Voor vandaag heb ik een met onbekend lied uitgekozen. Maar goed, u kunt het altijd vinden op de site www.nederlandzingt.nl. Loof God die zegent. Maar ik zeg weer als gisteren van, ja, we moeten het toch wel aan elkaar uitleggen. Zegen is een woord wat verdwenen is uit het dagelijks spraakgebruik. Zegen is dat zoiets als succes, een gezegend nieuwjaar. Wat bedoel ik er nou eigenlijk mee? Nou, mag ik nog een eenvoudig voorbeeld geven uit de praktijk van het christelijk leven? Ik zei gisteren al, dus het eerste woordje wat je hoort. Heere, zegen dit eten. De verbinding tussen God en ons. Weet je, dat ik het ook heel vaak gehoord heb en nog altijd vaak gebruik in de kerk. Aan het eind van de dienst, ben je een beetje kerkganger? Aan het eind van de dienst gaan wij staan en dan zeg ik als dominee, ontvang de zegen van de Heere. Dan doe ik mijn handen uit elkaar en dan zeg ik bijvoorbeeld, de Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hele oude woorden, hè? Nou, misschien is dat tweede zinnetje de uitleg van het eerste. De Heere zegene en behoed u. Hij doet zijn aangezicht over je lichten. Nou, ouderwetse woorden, maar daar moet je uit kunnen concluderen dat God in ieder geval niet boos naar je kijkt. Dat als het ware de zon over je leven valt. Hij doet zijn aangezicht over je lichten. Zegenen is genieten van het gezicht van God. God die niet zijn gezicht verbergt, maar die in liefde naar ons kijkt. In de lijdenstijd denk je eraan dat het allerminst vanzelfsprekend is. Jezus heeft zelfs verlatenheid ondervonden om ons het gezicht van God te laten zien.